Ik ben vanmorgen wakker geworden en je denkt er gelijk alweer aan. Ja. Kunt u het al bevatten wat er is gebeurd? Nee, totaal niet. Nee, ik ben zelf ook moeder en van twee dochters. Ik ben oma. Ik zou er niet aan moeten denken als er... Ik kan niet bevatten wat deze mensen mee moeten maken. Ik kom uit Papendrecht en ik heb een leven lang gewerkt met jeugd. En ik moest hier even heen, want het zijn de mooiste instellingen voor dit soort kwetsbare jongeren. Ik zat gisteren in mijn tuin en ik had een afspraak met iemand om 11 uur. En dat duurde ook wat langer en ik hoorde alleen maar op een gegeven moment sirenes af en aan gaan. En zij was ook vertraagd omdat het druk was in het verkeer met alle ambulance en dergelijke, gaf ze aan. En toen dacht ik, oh, er is iets gebeurd, dat is niet normaal. En toen zag ik ook de helikopter boven. Dus ik ben gaan googlen gelijk op Alblasserdam en dan met het woord nieuws. En toen werd ik gelijk naar de NOS-site. Ja, en toen dacht ik, ja, dat is wel heel heftig. Als ik het via de social media allemaal lees en zo, en ook de persconferentie van de burgemeester, heeft dat grote impact, ja. Ook het ongeluk natuurlijk van de twee meisjes die nacht ervoor. Dat had al impact. En nou dit ook nog eens eroverheen. En dat na bevrijdingsdag, hè, dan we onze vrijheid vieren. En nou komt er iemand die neemt de vrijheid dus van een bepaalde personen af. Dus ja, ik kan het niet bevatten. Echt niet. Ik word er echt heel verdrietig van. Ik ben eigenlijk niet zo van het bloemen neerleggen. Maar ik zeg, ja, ik vind dit wel dat je dat moet doen. Dat is gewoon voor alle slachtoffers. Maar ook voor de nabestaanden en denk ook voor de kinderen. Het zijn wel kinderen met een beperking vaak. Dus het heeft impact op iedereen. En ik kan me ook zo voorstellen dat het impact heeft voor die kinderen. En die moeten ook weer door. Ik denk ook dat het voor de jongeren een hele opgave is om hier straks weer terug te komen. Die hebben wel heel veel begeleiding nodig. Want het is een hele kwetsbare groep. Dit heeft zoveel impact omdat je denkt, ja, waarom? Ja, onschuldige slachtoffers. Je gaat naar je werk, iemand, en je komt niet meer terug. Dus dat heeft zeker impact op een dorp.